Hoe houden we de verzorgingsstaat overeind in een steeds voller land dat snel vergrijst? Wie betaalt de rekening voor de klimaatambities? En waar komen de hoognodige nieuwe woningen? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd? Als jongeren zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen. Neem bijvoorbeeld het klimaat, maar ook vergrijzing. Op het gebied van vergrijzing zien we bijvoorbeeld dat er veel meer ouderen zullen zijn en dat de inwonersaantallen ook zullen stijgen. Nou, dat doet iets met de zorgkosten, dat doet iets met de sociale zekerheidskosten. Maar ook op woningmarkt hebben we natuurlijk de nodige problemen in de toekomst. En wij vragen eigenlijk door middel van het groeifonds om daar nu al in te investeren, zodat we de samenleving van morgen met minder beroepsbevolking ook draaiende kunnen houden. Zodat je niet als jonge generatie eigenlijk de rekening moet betalen die misschien wel veelvoudig is van datgene wat je nu zou moeten investeren. Ja, dit is een van de jongeren die in die Raad voor de Toekomst zit. Die werd in 2022 ingesteld door Kaag en Adriaans, dus de minister, om ook ja, jongeren te horen in de besluitvorming. Waarom was dat nodig? Nou, de ministers hebben dat gevraagd aan het SER Jongerenplatform, waar wij al alle jongerenorganisaties bij elkaar hebben zitten, om met hen mee te denken. Ja, eigenlijk of de beslissingen die zij nemen ook toekomstbestendig zijn als je naar de volgende generatie kijkt. En het Groeifonds, daar zit heel veel geld in, en stimuleert allerlei projecten om het verdienvermogen van Nederland te versterken. Dus dan moet je denken aan projecten die de binnenvaart duurzamer maken, projecten die het digitale leren op scholen bevorderen. Medicijnen ontwikkelen. En waar de jongeren naar gekeken hebben is van ja, wordt daar nou ook een beetje gekeken naar de toekomst voor jongeren? Niet alleen in termen van bruto binnenlands product, dus waar verdienen we ons geld mee? Maar ook of het klimaat, bijvoorbeeld de verduurzaming, goed bevorderd wordt. Of het welzijn van mensen, dat iedereen ervan kan profiteren. Niet alleen maar diegenen die toch al heel veel kansen hebben. Maar daarvan hebben zij nu gezegd, ze hebben een advies gegeven, ook aan de beide ministers, van nou, daar mag een tandje bij. Want het is belangrijk om na te denken over waar verdienen we ons geld mee. Maar ook welzijn van mensen en van de toekomstige generaties mag meer op tafel liggen. Ja, want wat schort daar dan nu aan? Want als ik zat over het Groeifonds die dingen lezen, dan denk ik, nou, dat zijn juist toch allemaal voorstellen die gaan over de toekomst van Nederland. Dus dan wordt er al over een volgende generatie nagedacht, toch? Ja, dat is de bedoeling. Alleen wat de Raad voor de Toekomst zegt, is van wat heel erg centraal staat, is als het ware of het bruto binnenlands product versterkt kan worden. En wat zij zeggen is van ja, dan wordt toch iets te weinig rekening gehouden met duurzaamheid, klimaatverandering en bijvoorbeeld met sociale ongelijkheid. Dus kunnen ook alle jongeren van nu zeg maar zo meteen op de arbeidsmarkt daar profijt van hebben. En daarvan constateren zij, daar moet een tandje bij. En waarom is het dan belangrijk in te zoomen op die groep jongeren? Want ik zou dan dus denken, jongeren zijn de ouderen van de toekomst, maar we moeten met z'n allen toch goed die toekomst in. Dus ze hebben ergens een gezamenlijk belang. Ja, nou, het is eigenlijk wel aardig. Kijk, zij zitten meestal niet aan tafel. Het is wel grappig, ik was laatst bij minister Jetten op zijn kamer. En die heeft een lege stoel staan op hele grote stoelpoten. Die moet ook de lucht in kijken om de stoel te zien. En ik vroeg aan hem, waarom staat hij daar? Hij zegt, die lege stoel, die is de stoel van de volgende generatie. Want die zit eigenlijk nooit bij mij aan tafel. En die hoge poten, dat gaat over de zeespiegelstijging. Want we moeten misschien wel droge voeten zien te houden. En heel symbolisch is dat precies wat deze jongeren zeggen. Luister ook naar ons geluid en hou rekening met die toekomstige ontwikkelingen. En heb je niet daarvoor ook de jongere organisaties van de politieke partijen? Nou, wat wij hebben onszelf twee spierpunten, of drie gesteld, maar twee daarvan gingen over kansengelijkheid en over klimaat. Want wij maken er onze jongeren dus ook heel erg druk over. Het is wel grappig dat je dat verhaal van Jette ook vertelt, want wij zijn in de Noordzee gaan zitten, in de zee, met de boodschap van als er niks aan klimaatbeleid gedaan gaat worden, zitten we straks echt met onze voeten in het water. Dan wordt dit een nieuwe realiteit. Dus ook als jongerenorganisaties en vooral ook als JOVD proberen daar ook heel erg op te agenderen. Ja, maar toch heb ik het idee dat er best veel nu aan gebeurt, toch? Want dat is een beetje, je zegt we moeten naar data kijken in de toekomst. Hè? Dus 2030, 2035, 2050. Maar dat is toch juist waar het nu helemaal om gaat in de politiek? Ja, en dus nu de stap om er ook iets mee te doen. En daarom is het ook meer dan luisteren naar jongeren. Dat is toch wel belangrijk om te zeggen. Het is niet het zoveelste rapport waarbij we weer een geluid horen. Er moet een gesprek ontstaan tussen generaties. Hè? Dat is echt iets heel anders. En dat is natuurlijk ook een beetje mijn vak bij de Sociale Economische Raad. Wij moeten ervoor zorgen dat we niet alleen luisteren, maar dat we ook voor ook solidariteit tussen generaties zorgen. Want ook de mensen van nu moeten een goed leven kunnen hebben. Maar we moeten wel nadenken over wat we vandaag moeten doen en laten om het ook leefbaar te houden voor de volgende generatie. Dus het is niet alleen maar luisteren. Het is ook met elkaar lusten en lasten delen.
En daar heeft de politiek toch nog wel een beetje moeite mee. Ja, en dan is het dus echt zo dat dus mensen in de toekomst andere belangen hebben dan mensen nu. Want dat is een beetje, ik denk dan, waarom zou je dat onderscheid moeten maken tussen mensen jongeren en ouderen of kinderen? Nou, laat ik de twee dingen noemen die jij ook noemt. Klimaat en duurzaamheid en sociale ongelijkheid of kansengelijkheid. Mm-hmm. Ja. Sorry, het is toch echt zo dat als we op deze voet doorgaan, dat we absoluut onze doelstellingen in termen van stikstofuitstoot, in termen van armoedebestrijding, et cetera, niet halen. Dus klimaatverandering gaat door, dat is geen keuze, die gaat gewoon door. En als wij niets doen, zijn de volgende generaties echt slechter af. De sociale ongelijkheid in ons land verdiept, hè, is niet kleiner geworden in de afgelopen jaren, is groter geworden. Dat gaat ook over kansen voor jongeren van nu op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dus het is hele hoge urgentie om het erover te hebben. Ja, en dus niet alleen naar de dag van vandaag en de problemen van crisis naar crisis rollen, wat je soms hoort, maar echt visie voor de toekomst. Nou, straks meer, want dan heb ik het ook met de JOVD-voorzitter.